Meer dan 90% van de in 2020 ingeschreven lichte bedrijfsvoertuigen zijn nog steeds diesels. Het aandeel van e-vans is vandaag nog klein, al ligt dat zeker niet aan het aanbod. Zowat alle constructeurs bieden modellen op stroom aan. En de manier van aandrijving varieert van merk tot merk. Voor bon nombre d'entreprises, la volonté d'évoluer vers des véhicules électriques est assez récente. Néanmoins, nous constatons aujourd'hui une demande en augmentation sur le sujet, que ce soit d'un point de vue écologique, que ce soit d'un point de vue financier, qui est un rôle important également dans ce domaine-là. Pour nous, de notre côté, c'est d'accompagner au mieux cette transition de nos clients vers l'électrification de leur parc automobile. On sait que c'est compliqué aujourd'hui, qu'on est dans l'inconnu, mais cette possibilité de les aider à faire une transition est importante et de voir de quelle manière ou quel véhicule peut répondre aux critères des besoins aujourd'hui. Mercedes-Benz Vans is al langer dan vandaag bezig met elektrische mobiliteit. 10 jaar geleden lanceerde het al zijn eerste volledig elektrische Vito e-cel met een rijbereik van ongeveer 150 kilometer. 10 jaar geleden hadden we onze Vito e-cel, een bedrijfsvoertuig 100% elektrisch dat eigenlijk volledig klaar was om te lanceren. Maar de markt was toen nog niet helemaal klaar. We zijn effectief 10 jaar verder en wat merken we? De markt is serieus veranderd, staat meer open daarvoor. En ook naar onze voertuigen toe, op 10 jaar tijd, technologisch ook natuurlijk heel veel of verder ontwikkeld. En ook in gamma. Hè. Vandaag kunnen we zeggen dat we eigenlijk voor elk model een volledig 100% elektrisch voertuig hebben. Puur technisch gezien, elektromotor, batterij, je kan ook gaan fine-tunen. Dat is ook wel een beetje gebeurd. Maar we zijn ook nog verder gaan kijken dan dat. Om alle storende of externe factoren die een negatieve impact kunnen hebben op vooral de batterij, lees autonomie, zoveel mogelijk weg te werken. Zoals het verwarmen van de batterij, ook in de winter, het recupereren van energie bij het remmen, het aanpassen van de rijstijlen. En dat ook allemaal zaken die de chauffeur zelf kan instellen en bepalen. Om te beginnen hebben wij een app ontwikkeld, de EQ Ready app, waarbij klanten zelf kunnen gaan simuleren of een elektrisch voertuig voor hen van toepassing of niet. Daarnaast werken wij samen met soms lokale experts op vlak van het plaatsen van laadpalen, ook ter ondersteuning voor de klant. En tot slot kan ik ook nog zeggen dat Mercedes-Benz ook met andere automerken trouwens samenwerkt om om de laadinfrastructuur op Europees vlak sneller te doen groeien met snellaadstations. Ook Ford bouwt zijn gamma elektrische voertuigen verder uit. In 2022 pakt het uit met een volledig elektrische e-Transit met een actieradius van maar liefst 350 kilometer. Maar Ford gooit ook hoge ogen met de Transit plug-in hybrid. Bij de Ford Transit Custom is de plug-in hybride een wagen die altijd volledig elektrisch wordt aangedreven. Dus er is een batterij van 13,6 kW. Die kan opgeladen worden ofwel via de stekker, wat ongeveer 4,5 uur duurt van thuis op te laden. Ofwel via de generator. Er zit een generator in van 1 liter benzine die eigenlijk de batterij gaat opladen. En de batterij gaat dan zorgen dat de elektrische aandrijving het voertuig kan voorbewegen. Daarnaast een heel ander fenomeen is de connectiviteit van voertuigen. En daar hebben we op de Ford Transit plug-in de geofencing. En geofencing is eigenlijk een milieuvriendelijke GPS die de mogelijkheid biedt op het ogenblik dat je in bepaalde zones komt. Is dat low emission zones in steden? Is dat een eigen zone die je gecreëerd hebt rond je bedrijf? Gaat die omschakelen naar een full electric rijmodus? En afhankelijk van je traject gaat die ook berekenen en zorgen dat je eigenlijk voldoende actieradius hebt om ook elektrisch te kunnen gaan rijden. Elektrische wagens zijn in eerste instantie gemaakt voor stadsdistributie. Het rijbereik is dan ook hoger in de stad dan op de snelweg. Maar hoe ver staat ons land met de laadinfrastructuur? Notre rôle c'est d'analyser les spécificités de chaque client, de comprendre leur utilisation, comprendre comment fonctionne le véhicule, les spécificités techniques, les besoins spécifiques du client pour voir ce qu'il y a aujourd'hui de disponible sur le marché. Ce qu'on remarque et qui est très intéressant, c'est de voir justement l'évolution de produits électriques. Que ce soit au niveau des recharges, que ce soit au niveau de l'autonomie, que ce soit au niveau des infrastructures qui sont en plein développement. Là, c'est important de constater aussi que justement, on a de plus en plus de points de recharge disponibles pour les entreprises. Et ce qui est plus important, je pense, pour nous, c'est de voir aussi l'investissement et le développement chez les constructeurs dans le produit, dans la gamme de produits qui sont mis à la disposition des clients. Et là, pour nous, c'est de voir le futur, ce que tous ces produits nous donneront et l'évolution de ce marché, en tout cas.